lichaamslengte. Oh, kut, hij staat al aan. Oh! Ja, reeds. Welkom bij de bloopers van J.A. Brown. Top. Help. Help. Verdomme, wat zullen we nou beleven? Olst! Zo, beste mensen, heet de plaats waar wij ons thans bevinden. En waarom bevinden wij ons daar? Nou, dat heeft alles te maken met het Willy Dobbeplantsoen. Kijk je maar, daar achter mij, over de schouder, ligt in al zijn glorie het in 1997 aangelegde plantsoen. En aangezien het vandaag de verjaardag is van onze grote held Wim T. Schippers, zijn wij hier aanwezig reeds. Dus komt u mee, dan doen we even een toertje van het plantsoen of zoiets. Help. Hola, oh kut. Ja, Willy Dobbeplantsoen, daar zijn we bijna, maar nog niet helemaal. Dat wil zeggen, wij komen er wel, ook al zijn we er nog niet, wij komen er wel, ook al zijn we er nog niet, En nu ben ik een beetje back off. Maar dat is helemaal niet erg. Want wij gaan gewoon vrolijk door op deze prachtige dag ter gelegenheid van dus maar liefst alweer de 80ste verjaring van ons allerheld Jacques Plafond, oftewel Simon Raaspit, dat wil zeggen Wim T. Schippers. 80, dat is 4x20. Dus dat is 420's. En u weet wat dat betekent. Dat betekent dus helemaal. Willy Dobbeplantsoen. Alwaar dus binnenkort ook opnamen gemaakt dienen te worden. Van een door mij te schrijven. Dat wil zeggen in het geschreven worden zijnde. Televisiereeks. Die de vierde van Muurslopers gaat heten. En een komische, absurdistische serie wordt die ook ten dele een eerbetoon is aan de verzamelde televisiewerken van Wim T. Schippers. Ik noem een De Lachende Scheerkwast, ik noem een Op zoek naar Jolanda, een Barend Servetshow en wat dies allemaal meer zij of waren als het ware. Nou, dat is daar dus aan de overkant waar wij nu niet terecht kunnen omdat wij te maken hebben met enige vrienden van de sportvisserij die ons met goede moed ontzettend hinderen en vermoeien. Maar ja, je kunt ook niet alles hebben in het leven natuurlijk. En terwijl ik nu geheel en al niet onderbroken word door langsrijdende fietsers, want dat hoort er ook bij, lul ik nog even door, alsof het niemand iets kan schelen. Er ligt een bril. Oh ja, is dat zo? Bedankt. Wanneer is de pauze? De pauze? Dat is me wat. Las jij maar even een pauze in, dat kun jij wel, hè? Als je dat niet kan, dan stel je echt... Kut. Kijk, daar is het water. En als je een beetje pech hebt, dat tyfekje er dadelijk... Een vrouw is omgekomen in het Willy Dobbeplantsoen ten Olst. We zijn hier niet in het Willy Dobbeplantsoen. Het Willy Dobbeplantsoen ligt daar. Oké. Ja.
dat zit ik de hele tijd uit te leggen. Ja, oké. Okay. Ik word niet goed. Soms dan denk ik... Mag ik een andere assistent? Hallo? Hallo, is er een andere cameravrouw? Kunnen we even wisselen? Help. Oh Jack, waar zijn we vandaag? Wij zijn op de Harry de Jong weide, tenminste op een stuk gras wat achter het hek daarvan ligt. Maar daar moeten we eigenlijk niet zijn, want wij moeten eigenlijk zijn daar aan de overkant. Daar aan de overkant ligt het Willy Dobbelplantsoen. Daar reeds aan de overkant. En daar moeten wij zijn, omdat, nou, dat heb ik net ook allemaal al uitgelegd, dat knippen we er wel tussendoor. Maar dat kan dus niet, omdat wij in onze verlangens bemoeilijkt en gehinderd worden door allerlei praktische bezwaren. Zoals daar zijn de aanwezigheid van een aantal sportvisliefhebbers. En ja, kinderen. Dan moet je natuurlijk je bek houden. Want anders dan is die hele school vissen meteen met schoolreis. En dat moeten we niet hebben natuurlijk. Dus ik sta hier maar wat lullig te lullen. En het punt dat ik eigenlijk wilde maken is dus dat er een nieuwe tv-serie aankomt. De Vieren van Muurslopers. Een heel allegaartje van allegorische pastijtjes en pastiche. Met pistachenoten tevens ook. En dat wordt wat of niks. Of het is niks, maar het wordt wat. Tenminste, dat hoop ik. En dat moet u maar eens gaan bekijken. En waar gaat u dat dan bekijken? Nou, ik heb een kleine, wellicht ijdele hoop nog gevestigd op de VPRO. Maar joh, die hele VPRO is tegenwoordig zo verwookt. Daar kan je niks meer kwijt. Dus het zal wel een andere omroep worden. Of als je een beetje pech hebt, natuurlijk helemaal geen omroep. Maar wij kunnen natuurlijk altijd nog in eigen beheer uitbrengen. In eigen beheer. Kent u die uitdrukking? Dat is toch wel zo leuk. Niemand die je vertelt wat je moet doen. Je kan gewoon een beetje lekker met je lul over de grond slingeren. Zonder dat het een sterveling wat interesseert. En de kosten zijn geheel en al voor eigen rekening natuurlijk. Maar ja, dat spreekt. En u moet maar zo denken. Beste, hou je dat ding wel even voor me, Karis? Want anders dan sta je me... Jack, je bent gewoon in beeld. Misschien moet je hem wat lager houden, dat ik juist niet in beeld ben. Dat is ook wel zo. Dit is nu maar zo even een verkeerd modern shot. Zoals Wim T. Schippers het zou verwoorden. En ik word niet goed. Landgenoten, ik heb hele erge diarree. Nou, dat is leuk. En dan volgen nu nog enkele foto's van mijn kanus bij het Willy Dobbelplantsoen. Want ja, je moet wat. Hij mag wel weer wat hoger hoor, reeds. Ja, ben ik in beeld? Ja. Niet zo hoog. Hallo, ben ik in beeld? Ja? Ik zal de Betuwe in bloei weer staan. Nog mooier en voller dan voorheen. Nou, tot zover het Willy Dobbelplantsoen. Nu over naar het weer. Met Winston Stoplicht. Ja, het wordt een beetje bewolkt. Verder temperaturen tussen de 0 en 40 graden. Af en toe misschien een klein beetje, maar misschien ook niet. Tot zover het weer met Winston Stoplicht. Ja, kijk, dit zou je dus nu niet meer kunnen maken op de VPRO. Hoezo niet? Omdat je kan niet een blanke man een zwart accent laten nadoen. Dat mag niet meer. Oh. Ja. Kut. Ja. Was dat? Nee, het leek net of er iemand een luide puf liet. Sorry, nee, grap.
Ja, het is maar wat dat improviseren, dat is nog zo makkelijk niet. We gaan nu verder naar de verkeersinformatie. Met John Ho Schit. Hallo, ik ben John Ho Schit. Op de A2 bij knooppunt Barneveld. Een file van 27,5 kilometer. Verder op de A36 nabij knooppunt Rochelten. Een file van 63 kilometer. Tot slot op de A30 bij knooppunt Valburg. Een file van 387 kilometer. Mogelijk kan uw reistijd hierdoor iets vertraagd zijn. Dit kan nog de hele avond duren. Ik vind het echt grappig. Alleen, ik zat ook te denken. Stel, je zou het zo'n te specifieke verkeersregelaar maken. Dus wat je net deed, maar dan gewoon echt tot op de 17 meter. Dus ja, 27 ja, 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 kilometer, okay, 17 meter en 10 centimeter. Ja, ja, zo, ja, 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 kan je dat doen. En dan, maar dan ook gewoon op lullige binnenweggetjes. Niet alleen op die snelwegen, maar gewoon op de Rijksstraatweg tussen Groningen en Haren. Een file van 13 meter en 47 centimeter. Ja, oké, okay, dat gaan we dingen even doen. Dat gaan we doen, dat gaan ja, we doen. Oké, okay, doen we. We hebben het toch net gedaan? Oh, maar ik dacht dat we de hele tijd er doorheen. Ja, dat moet ook kunnen. Oh, oké, okay, dan is het goed. Stel je voor dat we niks meer te lachen hebben dadelijk. Maar dan hoor je de hele tijd zo'n op de achtergrond. Nou ja, dan maken we daar gewoon een soort misthoorn van. Scheepje er ook bij. Oh, nou, heb scheepje een broertje of zo. Ik ben een zusje. Of een zusje. Mijn pronouns zijn she en her, Jack. Hoe kan je? Mijn pronouns zijn... En... Dit kan dus niet op de VPRO allemaal nu, hè? Dit kan niet. Die vissen zijn nu wel allemaal met schoolreis, dat begrijp je. Ik wil naar huis. Juliana. Landgenoten, ik heb hele erge diarree. Maar zelfs dat weerhoudt mij er niet van om vandaag al hier aanwezig te zijn in het Willy Dobbelplantsoen. Ik zou bijna zeggen, we zijn weer thuis. Maar dat zijn we niet, want we zijn in het Willy Dobbelplantsoen. Tenminste, daar zouden we zijn als we niet te maken hadden met een kudde karpervissers. Ja, en dan krijg je dus dit soort televisie. Dat is ook leuk. Ook leuk. Sta je nou je eigen te filmen de hele tijd? Nee. Oh. Maar ik sta wel op de achtergrond mee te gebaren tolken. Tolken voor kalen en kortharigen. Dat zouden we een keer moeten uitvinden. Wat zei je? Nou, het lijkt me gewoon ook leuk als we gewoon achter de scène de bloopers en zo. Ja, en nu word ik helemaal uit me apropos gebracht reeds. Want ik sta hier met een draaiende camera op mijn kanus. En dat kan ik niet zo goed hebben. Eerlijk gezegd word ik daar een beetje een peu nerveus van. Maar, nou, verzin een list, jonge vriend. Ik word niet goed. Lucky Luke. Kent je die uitdrukking? Lucky Luke. Dat was een cowboy die altijd op een rietje stond te kauwen. Daarom heette die ook een cowboy. En dan geven we het op. En dan gaan we naar huis. En dan komen we erachter dat we de laatste trein naar huis hebben gemist. En dan roep ik keihard, oh kut! Maar ja, dan is het natuurlijk weer te laat, meneer Brown. Met uw lullige, slome manier van doen. Het schiet niet op zo, hè? Nee, dat schiet niet zo op, nee.
En met mijn zogenaamde carrière, of wat daarvan over is, schiet het ook niet zo op. Nee. Had me dat 20 jaar geleden even uitgelegd. Ja, krijg de kleren. Ja, zo kan ik wel weer. Reeds. Dit kan dus niet op de VPRO anoniem, hè. Dit kan niet. Ik word niet zoet.